Ik ben Geert Lenderink. Ik werk bij het KNMI. Dat doe ik al vrij lang, 20 jaar al. En ik werk aan de ontwikkeling van klimaatscenario's. En ik kijk heel veel naar neerslagextremen. Ik kijk voornamelijk naar hoe zich neerslagextremen veranderen in een opwarmend klimaat. En we weten daarvan één ding heel zeker, is dat de neerslagextremen zullen toenemen. En dat komt voornamelijk omdat er in een warm klimaat meer vocht in de atmosfeer zit. En ja, als er meer vocht in de atmosfeer zit, dan kun je er ook meer uit knijpen als het ware. En dat gebeurt in extreme situaties. Ja, en we hebben natuurlijk een hele mooie week deze week. Nou, heel mooi, maar natuurlijk heel slecht voor sommige mensen. Maar heel interessant voor ons dat je in een week tijd drie eigenlijk hele zware buisituaties hebt. Het idee dat klimaatveranderingen extremen zullen laten toenemen, dat is eigenlijk al heel oud. Het is eigenlijk al 20 jaar geleden. De uitkomst van de eerste klimaatmodellen was dat eigenlijk al zo. En dat is ook al direct eigenlijk gekoppeld aan die hoeveelheid vocht in de atmosfeer die toeneemt. Dus dat idee is al heel oud. Maar er is de laatste jaren veel meer bekend geworden. Onder andere ook dat bijvoorbeeld de intensiteit van neerslag eigenlijk heel sterk kan toenemen. Eigenlijk sterker dan op grond van de hoeveelheid vocht in de atmosfeer. Ja, en daar speelt denk ik niet alleen hoe snel het valt, dus wat de intensiteit is, maar ook de totale hoeveelheid water speelt daar een rol. Daar is nog wel wat onzekerheid over, maar wat we heel zeker weten is dat dat zal toenemen naar de toekomst toe. Het zal zeker niet meevallen, dat zeker niet, nee. En we maken natuurlijk ook, om in de toekomst te maken, als KNMI klimaatscenario's. En daarin staan die getallen staan genoemd. Dus daar kunnen gebruikers in kijken. Houden de ontwikkelingen heel goed in de gaten en anticiperen alvast op een sterke toename van het aantal neerslagextremen. Ja, graag gedaan.